Reofoon met Nienke, waarmee kan ik je helpen? Hoi, ik wil graag weten hoe ik geld kan lenen en waar ik dan op moet letten. Interessante vraag, daar weet ik het antwoord wel op. Geld lenen kan op heel veel verschillende manieren. Bij de bank, een kredietverstrekker of bij vrienden of familie. Ga je voor een lening bij vrienden of familie? Maak daar dan duidelijke afspraken over. Het komt vaak voor dat een lening tussen bekenden eindigt in een fikse ruzie over geld. Belangrijk is dus dat je je afspraken vastlegt in een contract. Zet hier dan vervolgens allebei je handtekening onder. En hou je aan de afspraken. Geld lenen kan ook bij je bank of een kredietverstrekker. Het principe is bij beide hetzelfde. Je geeft aan hoeveel je wilt lenen en je krijgt van hen te horen welke rente hierbij hoort en of je dit bedrag verantwoord kunt lenen. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat je de lening ook echt kunt betalen. Het afsluiten van een lening gaat vaak volledig digitaal. Dat geldt ook voor het uploaden van je documenten, zodat de kredietverstrekker inzicht heeft in je financiële situatie. Vaak hoor je snel of je aanvraag voor een lening wordt goedgekeurd. Belangrijk bij het afsluiten van een lening is dat je nooit meer leent dan nodig is. Je moet het bedrag plus rente namelijk ook weer helemaal terugbetalen in een afgesproken periode. Dit gebeurt in delen, oftewel termijnen. Elke maand betaal je een gedeelte van de lening plus rente terug. Die rente kan per aanbieder erg verschillen. Bovendien houden verschillende aanbieders er verschillende voorwaarden op na. Bijvoorbeeld over boetevrij aflossen of wat er met de lening gebeurt na overlijden. Maak daarom voor je gaat lenen eerst een goede vergelijking tussen de verschillende leningen. Bijvoorbeeld op independer.nl. Zo weet je zeker dat de lening bij je past. Heb jij ook een brandende vraag voor de Freofoon? Stel hem hieronder. Wie weet komt jouw vraag aan bod in een volgende aflevering.